Yo, Jack of Gamers, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Call of Duty Black Ops 3. We gaan vandaag iets nieuws openen. Bribe Specialist Teams krijg je erin. En we gaan kijken wat het precies is. Maar volgens mij is het dat je alleen speciale dingen krijgt. We gaan de eerste openen. Oh, nice. Een Invader Legendary Reaper Body Team. En een point. Een emotie. En 7 extra crypto keys. De volgende. De Scammo. Oh, nice. De Proper Hair Team. De Geist. En de Warrior Calling Card. Wow, redelijk. De volgende. Een emotie. De Peace Emotie. Nice. De Winterbone Firebreak Hair Team. En de Field Camo voor de Shiva. En 3 extra crypto keys. De volgende. Ja. Kom op, Call of Duty. Nice. Outreader Body Team. De Caterpillar. En de Sunshine Camo voor de Combat Knife. En de Survival Quick Draw Variant. Ja, dat gebruik ik toch niet zoveel. Maar oké, nice. Volgende. Een emotie, de Firebreak. Ah, nice. De Ice Camo voor de Manowar. En de Guys Supera Body Team. Ah, het gaat goed. De Ritual Camo voor de Black Cell Gladiator. Kan een kaartje. En de Guys Nomad Body Team. En 3 extra crypto keytjes. Volgende. Daar hebben we niks aan. Daar hebben we ook niet veel aan. Oké. De Sky voor de Nomad Head Team. Oké. Mwah. Die komt beter. Maar we gaan kijken wat hieruit komt. Ah, Steel Cam voor de Argus. De Caterpillar Body Team. En de Light Camo voor de Man O' War. Die lijken me op zich wel mooi. Oké, de volgende. Daar hebben we niks aan. Caterpillar, die hebben we alweer. En de Stealth Camo voor de Dragon. Daar hebben we ook niks aan. Kom op. De Sky voor de Outrider. De Invader voor de Reaper hebben we. En Inferno Camo voor de Bazooka. De Monochrome voor de Man of War. Nice camo'tje is dat. En de Knight Head Team. Die ziet op zich ook wel nice uit. We gaan eens even kijken wat we al dubbel hebben. Gaan we even omzetten in crypto keysjes. Nice, 115 crypto keys. Oké, daar kunnen we wat mee. We gaan even kijken wat we al hebben. We gaan beginnen bij de eerste specialist. Oké, hier hebben we nog niks geloof ik. Nee, we gaan naar de volgende. Dat is de Caterpillar. Ja, oké, die ziet wel nice uit. En het hoofdje, daar hebben we de Sky voor. Wow. Mocht beter uitzien, maar oké. De emotie hebben we. We hebben de Point Emotie. Yeah. Wijs maar ons goed. En dan hebben we nog een hetje, een hoofdje. En dat is de Guys. Die ziet op zich best wel nice uit. Very, very nice. Een ijzeren plaat tegen het hoofd aan. Je moet er maar zin in hebben. Alright, op naar de volgende. Daar hebben we een bodytje voor. De Guy's Body, oké. Dan vind ik die goat wat ik al had, die is toch mooier. Alright, de volgende. Daar hebben we emotietje voor. Peace. Yeah, peace mate. En 2 bodytjes. De Caterpillar en de Geist. Oké. Het hoofdje, dat is de Sky wat we nog voor hem hebben. Alright. En dan gaan we... Oh, volgende kunnen we nog niet. Helaas. Maar daar hadden we in ieder geval ook wat lijfjes van. Dan zal ik de volgende keer als we nog eens kijken. Dan laat ik die ook wel zien als ik zover ben qua level. En dan hebben we nog van bepaalde wapenscammetjes. Ik ga even kijken voor
welke wapens het precies was, want dat weet ik niet meer helemaal. Even kijken. Oh ja, de Black Cell was. Dat we de Ritual Camo. Dat is op zich wel een nice camotje. Heeft die zo weg van, ik weet niet, lava of iets. Oké, nice. Hier hebben we geentje van. De Kuda ook niet. De XM53 ook niet. Even kijken. Ja, de Man of War, daar hadden we nog iets van. Oké, daar hebben we van. De Field Camo, de Ice Camo, de Light Camo en de Steel Camo. Die Light is wel nice. Dat is een nice camotje. En de Steel, ja, oké, dat is gewoon een standaard camotje. Oh ja, de Monochrome hebben we ook nog. Monochrome is sowieso mooi, wat camotje. En de Ice is ook zeer, zeer mooi. Alright. We gaan even verder met de Brip te openen. Brip. Oké, kom op Call of Duty. Oké, een embleempje. De Hallucination Camo. Oké, die vind ik niet mooi. En een Venom Body Team voor de Spectre. Nice, nice. Op naar de volgende. De Night Spectre Body Team. Daar hebben we niks aan. En een emotie. Oké, redelijk, redelijk. Maar we hebben beter gezien. Ik wil wapens krijgen. Oh, dat is een nice head team. Die is mooi voor de Outrider, de Los Muertos. Kom op Call of Duty. Hebben niks aan, hebben niks aan. Ah, en de Night Head Team voor de Outrider en 7 crypto kiesjes. Op naar de volgende. We hebben een emotie. Body Team, de Venom en de Heat Camo voor de P06. Oké, dit wordt de laatste bribe. Kom op Call of Duty, kom op. Fuck, hebben we al niks aan. Oh, die is wel mooi. De Arapaima Body Team voor de Nomad. Nice, nice, we gaan nog even duplicaten, even kijken hoeveel crypto kiesjes we er nog uit krijgen. En we gaan nog even kijken wat we nog hebben vrij gespeeld. Nog een emotietje. Thumbs up. Duimpjes omhoog. Dan moeten jullie zeker ook onder deze video doen. Op het blauwe duimpje omhoog gaan klikken. En dan hebben we nog een, 2 hoofdjes. The Knight en de Los Muertos Head. Oh, die is nice. Die is fucking nice. Yeah. Oké, dan hebben we nog een emotietje. De Aldan emotie. Haha. Eventjes aan de handjes wrijven. Alright, volgende. Een body. A body. De Arapaima body. Die ziet er ook wel nice uit. Yeah. Nice, nice, nice. Ja, yeah. Was zeker geen slechte black market opening, maar ik wil het beter zien. Maar oké, we gaan nog even bij de wapentjes kijken als we daar nog wat camotjes voor hebben gekregen. Voor de HVK hadden we nog de Heat Camo. Ja oké, die camo die hebben we wel voor meer wapens, dus daar is niks speciaals aan. We gaan er even naar de black market, even kijken. Oh, we kunnen nog één rare supply dropje. Ja, dan gaan we hem openen. Kom op Call of Duty, dit is de laatste voor vandaag. De storm camo voor de locus. Een emotie en nog een emotie. Oké. Okay. Ja, pak nog meteen een common supply dropje. Er zal niet veel uitkomen, maar we hebben al niks aan. Een emotietje. En dan de field camo voor de XR2 hebben we ook niks aan. Helaas. Zullen we nog even kijken? Nou, nah, laat ik de volgende keer zien. Nou mensen, als jullie dit leuk vonden, ram keihard op dat like duimpje onder deze video. Abonneren op mijn kanaal. En dan zeg ik, tot de volgende keer.